Eigenlijk is de sloop van sommige gedeelten van de Kuip al begonnen. En dat was vandaag een schril contrast. De achterkant van het stadion is al een bouwput, terwijl aan de voorkant een vrolijk bandje de feestgangers van het nieuwe stadion tegemoet blies. Het is een mengeling van blijdschap dat we nu eindelijk gaan beginnen aan die renovatie. Aan de andere kant een mengeling van je haalt wel dingen weg die allemaal historische en emotionele waarde hebben. Maar goed, daar hebben we voor gekozen om die Kuip grondig te renoveren en te moderniseren. En het alternatief was geweest, als we een paar jaar lang hadden gewacht, dat ik vrees dat we de Kuip hadden moeten sluiten. En dan hadden we helemaal niks meer gehad. Maar nostalgie was er genoeg. De supposter bijvoorbeeld droegen petten van 25 jaar geleden. Het is gewoon een ceremonie van oud naar nieuw. Vandaar dat wij in een nieuwe uniform staan en een oude pet dragen. Is dit nou een mooiere pet dan de petten die nu gangbaar zijn? Nou, mooi. Kijk, Nederland is natuurlijk geen pettenland. Uiteraard niet, maar er straalt hier een stukje nostalgie uit. En dat is natuurlijk het interessante om zo'n pet te dragen, denk ik. In de ontvangsthal stond de maquette van het nieuwe stadion trots in de zon te schitteren. En het oude stadion, dat werd vandaag te graven gedragen. Als in een rouwstoet marcheerden de notabelen dwars door de oude Kuip. En om het geheel nog meer dramatiek te geven, waren er foto's geplaatst van hoogtepunten uit het verleden. Hoogtepunten uit stadion Feyenoord. Maar waarschijnlijk krijgt het nieuwe stadion een sponsornaam. En dat lijkt oneerbiedig. Ik ben het ontzettend met u eens. Als jongetje van Rotterdam-Zuid hier jaren gewoon naartoe gekomen als Feyenoord supporter, hebben we groot mogelijk moeite mee. Maar afhankelijk van de naam van het bedrijf, afhankelijk van de duur van het contract en toch afhankelijk van de hoogte van het bedrag, ja, valt daar over te praten. En toen was het zover. 12 personen, onder wie betaald voetbalvoorzitter Staatsen en doelman Ettegoei, joegen de eerste paal de grond in. Als keeper die nogal eens niks te doen heeft, ken je het stadion natuurlijk perfect. Wat is nou het mooiste uit het oude stadion? Het mooiste uit het stadion. Ik vind heel het stadion gewoon mooi. En ik heb niet echt plekjes wat heel mooi is of wat minder mooi is. Ik vind gewoon dat we een fantastisch stadion hebben. En ik denk dat het alleen maar mooier gaat worden. Is dat een mooie dag voor je? Dit is een van de mooie dagen, ja. Het is goed weer. Dus. In het nieuwe stadion zullen waarschijnlijk de 5 thuiswedstrijden voor het EK96 kwalificatietoernooi gespeeld worden. Op de houden, nationale Nederlanden. Wat er ook gebeurt.